Ja, vandaag een Louis momentje. Maar doen we eens even het bos in. Louis, kunnen we jou niet eens zien? Kom eens hier. Louis. Hij heeft geen zin. Hij denkt, ik ben los. Ga mijn eigen gang. Louis, kom eens hier. Wachten. Louis. Is dat het wachten? Is dat lang genoeg geweest? Louis. Even wachten. Foutje kan niet zo hard, hè? En laatst hadden we het een keer over met mensen. Iemand zei een keer in de groep van... mijn hondje die tilt zijn poot wel of niet op. Weet ik het. Maar in ieder geval, ik had toen als antwoord gegeven van... Louis die is ook gecastreerd. Maar ja, pas vanaf zijn vijfde. En die tilt eigenlijk nooit zijn poot op. Alleen als het lekker ruikt. Nou, dat was hier eigenlijk een voorbeeld. Want in het bos ruikt volgens mij alles lekker. De poot wordt continu opgetild. Oh, grappige hond. Maar dat doet hij nou natuurlijk niet, want nou ben ik aan het filmen. Ik denk dat hij hier de weg weet. Tenminste, dat denkt hij zelf. Even zien. Nee, de poot wordt niet opgetild. Nee, helaas, geloof me. Hij heeft hier in het bos al regelmatig zijn poot opgetild. Wat is daar allemaal te zien? Ben je iets aan het zoeken? Wat ben je aan het zoeken? Ken je de weg niet? Waar moest je nou heen, hè? En je hoort van alles. Nou, dan zijn het bos weer uit. Yeah.